Hey jongens, welkom back. Kijk, ik ga nu een keer iets proberen wat ik eigenlijk nog nooit niet gedaan heb. Dus te hopen dat ik hier geen beet vang. Ik ga de zwanen proberen aaien. Ze lopen hier juist voor mij. Zoals je kunt zien, ik ga ze nu proberen wrijven. Pak ik een beet, ja, dan is het zo. Kom. Moet ze niet lopen. Kom, zeg. Kom. Dat is een klein koppeltje. We hebben er hier nog eens twee lopen. Ik ga nu een tour doen van het park. Allee, van het water alleszins. Dat je de paar vistexjes ziet. Dus ik vis ginder. Daar kun je gemakkelijk met twee of drie vissen. Ik ga u de volgende vistek laten zien. De volgende vistek is een kleine 50 meter verder. Dat is dan een klein trappetje of een kleine afdaling. Kijk, ik ga het jullie laten zien. Camera weer draaien. Zo. Kijk, hier kun je misschien wel een klein stekje maken als je een beetje tijd hebt. Het water is nu wel zeer vuil omdat ze bomen hebben afgedaan en hun vuil ligt er hierin. Ik zie daar ook direct een dobber liggen. En ik gezien of we van dichterbij kunnen gaan, zie ik hier niet op mijn muilstuik. Oh, het is glad. Ja, kijk, daar ligt een dobber. Even zoomen. Hop, daar ligt een dobber van iemand die kwijt is. Misschien straks proberen uit te halen. Zullen we wel zien. Is een dobber meer voor mij? kijk, we gaan verder stappen, dat bedoel ik dus. Je ziet de boomstrongen liggen. Ze zijn het park aan het opkuisen, maar hun vuil ligt hier eigenlijk wel in het water. Ik heb ook een e-mail gestuurd naar het park. Voor te zeggen dat ze zouden beter terug een fontein plaatsen in het midden van de vijver. Juist voor de vissen wat meer lucht te geven en zo. En ook het water al wat meer te filteren. Want het ziet er echt niet meer uit. Vroeger was het heel beter. Als ik klap over vroeger, is het toch een kleine 10 jaar terug. Ik ben zelf 25 jaar. Ik vis eigenlijk al van mijn 11e. Maar ik heb een lange tijd gestopt. Ik heb nu weer van vorig jaar ben ik weer aan het vissen. Deze is hier de tweede vistek. Dat is het trappetje dat ik bedoel. Je kunt op je gemak naar beneden. Kunt u, misschien niet met een bak, maar met een klein lanceetje misschien. Of een vaste stok kunt u hier wel een beetje vissen. Dus kijk, weer al twee boomstrongen. Het ziet er echt niet goed uit. De stad te doen werkt echt niet goed. Echt niet goed. We stappen terug nu. Ik ga aan de andere kant van de vijver staan. Daar doe ik nog een paar plaatjes. Dus we hebben er zeker al 3, 4. Dus ik vis normaal gezien ginder. Dus daar vis ik normaal. Aan dat bankje. Kun je met 2 of 3 zitten, gemakkelijk. Hier heb je nog een trapje. Waar je eventueel zou kunnen vissen. Je hebt hier plaats om je gerief te leggen. Je kunt een beetje naar beneden gaan met een trap. Juist zien dat je niet in het water stuikt. Kijk, we stappen verder. Kijk daar een beetje verder. Kun je ook weer met 2, 3 zitten. En dan ginder aan de boord. Kun je ook weer met een paar gaan zitten. Dus ik denk wel dat je 2. Dus rekent 3, 4, 5, 9. Wel kleine 12 plaatsen hebt om te vissen. Lopen zwanen, lopen een beetje van alles. In de vijver zelf zit zeer veel kleine vis, maar in de midden, zoals ik zei, zit de karper. Ze laten nu niet zomaar pakken, ze zijn echt heel moeilijk om te vangen. Ik heb over... voor de winter heb ik hier een karper gevangen. En juist aan de boord heeft hij losgelaten, wat dat zeer spijtig was. Het was echt wel een mooie karper. Ik kan jullie wel zeggen of tonen dat ze hier een pomp hadden. Maar die pomp is, hoe moet ik het uitleggen?
dat park was hier vroeger een zoo. En ja, ze hebben er nu eigenlijk een park van gemaakt. Dat is nu al een goede 50 jaar zo. Ik wil jullie wel die pomp gaan tonen. Ik ga daar niet zo graag, omdat het er donker is en ja, ik weet niet of het er veilig is. Ik ga wel lekker zien dat ik mijn licht kan aansteken, want ik weet niet of dat jullie veel gaan zien. Ja, nee, dat zal geen no-go zijn. Dus ja, kijk, ik stap hier nu naar beneden. Dat waren de toiletten. Zoals je ze kunt zien, schiet er niks meer van over. Hier horen jullie een beetje water lopen. Maar ja, je ziet hier ook de pomp. Dat was dus de pomp van het fonteintje toen dat de zoo hier was. Dus die draait niet meer. Ze hebben ook alle kabels doorgesneden en zo. Wat dat zeer spijtig is voor de vis natuurlijk. Ja, we moeten kijken hoe dat een trap erbij ligt. Het is hier echt niet proper. Ja, de vijver zelf vangt er redelijk wat op. Gelijk dat ik zeg, als het goed weer is, vangt er redelijk wat vis. Ja, bij dat eerst al zijn. Anders ja, nogmaals, welkom bij Vissen bij de Faan. En tot de volgende video.